Wel, wat de galerij zo uniek maakt, is dat we eigenlijk de enige galerij zijn in Laren in de Winkelstraat. En dus heel veel mensen die zijn aangenaam verrast om ons hier terug te vinden. Laren is een oud kunstenaarsdorp. Hier hebben heel veel kunstenaars gezeten, maar dan vooral 100 jaar geleden en 50 jaar geleden. En Laren heeft een aantrekkingskracht op heel veel mensen in Nederland. En ze komen van heinde en ver hier. In de galerij zijn zoveel mooie kunstenaars aanwezig. Het is natuurlijk te moeilijk om ze allemaal op te sommen, want er zijn er gemakkelijk 50 die we kunnen onderscheiden. Maar daarom hebben we juist meerdere galerijen. Niet alleen in het dorp Laren, maar ook in het dorp Sint-Martens-Latem. Het is dezelfde energie. Die bruisende energie is in beide aanwezig. Dat was een erkenning voor mij. Ik heb een enorme passie voor kunst. En ik vind het heel leuk om dat te kunnen overbrengen. Iedere kunstenaar die wij vertegenwoordigen, die wij een podium mogen geven, die hebben allemaal iets eigens. En het is zo leuk om dat te zien. Ja, ik denk dat dit het talent is ook van onze galerijen om die mix samen te brengen en een harmonie te creëren tussen de verschillende artiesten. Er zijn meer dan 50 artiesten. En als we daarin slagen om harmonie te creëren, dan heeft het ook een heel warm en uitnodigend gevoel voor onze bezoekers. Ik raad iedereen aan, kom kijken. Kom vooral kijken. Nu, Art Center Horus stelt 4 galerijen, waar ik heel trots op ben. Want Laren is eigenlijk een beetje mijn, hoe zou ik zeggen, paradepaardje. Het is ook de laatste galerij die ik ingericht heb. En daar ben ik zo trots op. Want uiteindelijk is het toch een weerspiegeling van wat er al is. We hebben in Knokke een heel mooie galerij. In Sint-Martens-Latem 2 grote vestigingen waar ik uiteindelijk gestart ben. En die mix samen maakt het zo sterk. En ik voel dat de mensen, als ze de ene galerij bezocht hebben, dat ze zo eigenlijk nieuwsgierig zijn om de andere galerij te bezoeken, omdat er telkens iets nieuws te zien is. Want telkens gaan wij de galerijen elke week opnieuw veranderen. Dus je komt nooit eigenlijk hetzelfde tegen.